Piet Buysen, de burgemeester van Dendermonde, haalde maar liefst 7700 stemmen in zijn stad. Antoine de Nert van Kruijbeke heeft er bijna 2200 gehaald. Mooie resultaten. Uit een studie blijkt nu ook dat 8 op de 10 burgemeesters echte stemmenkanonnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze daarom ook burgemeester kunnen blijven. Ons systeem is zo ontwikkeld dat er eigenlijk altijd een deur open blijft om ook misschien minder populaire kandidaten burgemeester te laten worden. Dat hangt allemaal samen met het spel van de coalitieonderhandelingen en het verdelen van de mandaten en dus ook het burgemeestersambt. De ultieme stemmenkampioen is Kenneth Taylor uit Wichelen. Over de partijgrenzen heen haalde hij 34% van de stemmen binnen. Met andere woorden, 1 op de 3 Wichelaars heeft voor Taylor gestemd. Op de tweede plaats staat Katja Gabriels uit Berlaren en op 3 volgt Guido de Pad uit Geraardsbergen. Ik heb daar zelf niet echt een verklaring voor. Ik denk dat het heel belangrijk is om politiek te doen dicht bij de mensen en dat trachten we hier in Wichelen effectief wel te doen. Met Katja Gabriels vinden we dus een vrouw in de top 3, maar haar enige andere vrouwelijke collega uit de streek doet het veel minder goed. Veerle Baaiens uit Haaltert is het minst populair, gevolgd door Jos Tassen uit Kruijbeke en Lieve de Handschutter uit Sint-Niklaas. Ja, het is inderdaad zo dat ik minder voorkeursstemmen heb dan normaliter een burgemeester zou hebben. Maar u moet ook rekening houden, wij waren als N-VA voor de eerste maal als zelfstandige partij naar voren gekomen. Normaliter levert binnen de coalitie de grootste partij de burgemeester. Dat waren wij ook. Onze lijsttrekker heeft op dat ogenblik beslist om een stap terug te zetten, omdat hij wou de verjonging doorvoeren. De resultaten van het onderzoek zijn niet echt verrassend en liggen in de lijn van de vorige jaren. 3 op 4, 4 op 5 burgemeesters is eigenlijk de stemmenkampioen. En we weten, als we ons het beeld voor de geest stellen van een burgemeester, ja, dat dat natuurlijk figuren zijn die bekend zijn in een gemeente, heel veel aanwezig zijn bij allerlei activiteiten. Dat is een belangrijk onderdeel van het burgemeestersambt, het burgervader of burgermoeder zijn. En ja, dat maakt ook dat je veel voorkeurstemmen zult krijgen. Zo zie je maar dat een acte de présence op een eetfestijn of op een pensekermis wonderen kan doen. Gezondheid, ja.